Ja, het was weer een inktzwart weekend voor de FC Twente supporter. Zaterdagavond weer niet gewonnen in de Eredivisie. En tot overmate van ramp een dag later ook nog concurrent Roda JC zien winnen. En dus staat Twente laatste. Er is veel kritiek en onrust bij de buitenwacht. Onder meer ook kritiek op de directeur van FC Twente, Jan van Halst. Ja, Jan, hoe heb jij dit weekend beleefd? Ja, je zegt al inktzwart. Dus dat klopt voor de club. En ja, dat eigenlijk... zie je het allemaal aankomen, omdat je het hele seizoen onderin bungelt. Ja, als het dan ook nog met het resultaat van Roda zondag, ja, dan wordt het bijna een ademsnak, hè? Eventjes. Maar je moest vluchten, ja, zaterdagavond tijdens de wedstrijd, hebben we begrepen. Nou ja, noem het vluchten, noem het verstandig handelen. Maar ja, het was natuurlijk zo'n agressief sfeertje aan het ontstaan. Met wat acties van supporters. Ja, soms is het ook verstandiger om dan ja, maar wat eerder weg te gaan. Hoe dreigend was de situatie? Waar hebben we het dan over? Ja, dat weet je nooit. Maar ja, dat er wat acties waren van supporters in en buiten het stadion, dat kreeg ik door via de veiligheid. Nou, dat is verstandiger om maar wat eerder weg te gaan. Het was pijnlijk, hè, zaterdagavond. Jantje rotte op. Ja, de sfeer was gewoon grimmig hier. Ja, ja, dat klopt. Ja. En dat is nooit leuk. Maar ja, als je ziet wat er, waar je staat op de ranglijst, ja, dan begrijp ik wel emoties. Alleen, ja, en dan kan ik heel... wijsneuzerige antwoorden van ja, het moet wel binnen de perken blijven, maar we weten allemaal hoe de maatschappij in elkaar zit, dus dan hoort dat er blijkbaar bij. Dan zit je in de auto naar huis en wat denk je dan? Ik stop ermee? Nee, ik denk hoop dat ze winnen. En dat heb ik thuis verder gekeken. Maar ja, goed, je denkt ja, ik hoop dat ze winnen, maar je hebt toch ook over je eigen positie nagedacht? Of denk je dan niet zo ver? Nee, ik ga me niet weg laten duwen door allerlei emoties. We zijn... ja, dat is heel lastig als het zo slecht gaat, maar we zijn echt bezig om deze club voor de lange termijn weer terug te brengen naar de subtop en dat gaat gewoon lukken. En kijk, daar kan je nou hele mooie verhalen over vertellen, hè, want we zijn druk bezig om allerlei partijen te vinden die ons voor de lange termijn helpen. We zijn druk bezig om dossiers af te sluiten, daar komen we binnenkort ook mee naar buiten. Dat gaat echt de goede kant op, maar daar heb je nou niks aan, dat kan je allemaal mooi vertellen. Nou, supporters willen maar één ding, en wij ook hoor trouwens, willen maar één ding, ja, dat het op het veld nu beter gaat. Ja, helaas hebben we dat nu even niet in de hand. Ja, maar zien we nu weer het bijtetje Jan van Halst? Want ik kan me toch ook wel voorstellen dat je hebt gedacht van... ja, als ze aan mijn gezin komen, dan is het echt wel een brug te ver. Ja, dan moet ik misschien ook maar het veld ruimen. Ze komen niet aan mijn gezin, ik bescherm mijn gezin. En daar hebben we gezegd van, nou laten we maar weggaan. Maar als ik thuis het woord ophouden al noem... dan beginnen ze eigenlijk zelf al te roepen, onder geen enkele voorwaarde. Jij gaat door, dus ze zijn thuis nog sterker dan ik bijna. Ja, ze moeten natuurlijk van je afblijven en ja, de spreekwoorden ja, waren nog redelijk chic, hè? Jantje rot op, dat kan ook allemaal nog erger. Maar hebben ze gelijk in de zin van Jan van Halst heeft gefaald, dat zag ik van de week in een statement op de Facebookpagina van Frank P. Ja, dat is allemaal ingegeven door informatie die niet helemaal klopt. Wel de resultaten hoor, ik wil zeker niet goed praten en daar baal ik als een stekker van en met mij iedereen eigenlijk hier binnen en ook buiten de club natuurlijk. Maar ja, als daar informatie in staat dat wij bijvoorbeeld onder 16 weg willen gaan doen, dat is helemaal niet aan de orde. We hebben er wel over gediscussieerd, want dat was een item, hè, een onderdeel. Daar hebben we wel over gediscussieerd. Ja, mag dat? Wij willen de opleiding weer op een hoog niveau brengen en dan discussieer je over dat soort zaken. Dat ligt bij FC Twente en bij eigenlijk heel veel clubs, ligt dat meteen op straat en wordt het voor waar aangenomen. Nou, als je steeds daarop moet gaan reageren en zeggen van nee, dat is niet waar, we zijn erover aan het praten. Dus ja, dan hou je je mond dicht, je discussieert verder en je neemt de beslissing, nee, we gaan door met onder 16. Nou, die discussie die voeren we bijvoorbeeld ook met Jong Twente. Moeten we die in de derde divisie houden of is het beter voor ons als club om naar die beloftecompetitie te gaan? Die discussie voeren we ook en dat zijn we echt van plan, doordat iedereen het daarover eens is. Omdat het beter is voor de doorstroming van de jeugd, zodat ze op maandag minuten kunnen maken en talenten niet meer op de bank hoeven te blijven zitten. Nou, dat doen we niet uit eigen belang of zo, dat doen we in het belang voor de club om op de lange termijn weer die opleidingsclub te worden die we willen zijn. Ja, dat we ondertussen, dat het dramatisch op het veld gaat met het eerste, ja, dat doet verschrikkelijk pijn. Maar daardoor moet je dat soort processen niet stilleggen, daar moet je juist in doorgaan. En dat doen we ook. En ik voorop. Hoe penibel is de situatie als jullie degraderen? In wat voor opzichten? Financieel bedoel je uiteraard. Ja, ik hoor verhalen dat de club ja, failliet zou gaan. Ja, nee, kijk, daarvoor zijn heel veel, worden nou heel veel gesprekken gevoerd ook met partijen die ons moeten blijven steunen. Maar cruciaal is natuurlijk ook, er zullen best mensen daardoor de club even de rug toekeren. Maar we hopen toch wel dat iedereen onze club blijft steunen. Want we zijn met een plan bezig om ja, voor de lange termijn die club boven water te houden. Nou, daarbij heeft het verleden helpt niet mee, zou ik je zeggen. Hè? Dus, maar goed, ook dat proberen we op te lossen. Ja, We hopen dat iedereen erachter blijft staan, blijft komen naar het stadion, onder wat voor scenario dan ook volgend jaar. En ondertussen proberen wij voor de lange termijn in ieder geval de liquiditeitspositie van de club stabiel te krijgen. En dat gaat lukken, daar zijn we vast van overtuigd. Maar dan moet ook iedereen erachter blijven staan. En ja, als wij dan op emotie beslissingen gaan nemen, dat kan niet. Hoe vervelend dat soms ook is voor de buitenwereld. Wij blijven gewoon kijken naar de lange termijn en met ons meerdere partijen. En dat geeft me wel een heel goed gevoel dat er nog veel meer partijen zo blijven kijken. Ondanks dat ook al die partijen balen. Hè. Dan heb ik het over sponsoren, over de gemeente, over andere instanties. Die balen ook dat we onderaan staan en dat het voetbal niet goed is. Die liggen er ook wakker van. Maar die hebben wel het vermogen, gelukkig, om voor de lange termijn ook te kijken naar deze club. Ja, je zult ook naar spelers moeten kijken, hè? Twee sporenbeleid. Wat als jullie degraderen? Ja, zijn er contracten waarbij spelers zomaar de deur uit kunnen lopen als jullie degraderen? Ja, er zijn wel een paar. Kijk, dat lukt niet allemaal. Hè. Er waren ook wat doorlopende contracten. En in de onderhandelingen neem je dat scenario wel mee. Ook gezien het verleden bij deze club. Maar concreet, over wie hebben we het dan bijvoorbeeld? Die weg kunnen? Ja, ik heb het ook niet zo 1, 2, 3 alle namen in mijn hoofd. Maar praat ik even heel snel. Een contract of 10 waar wat clausules in staan. En de ene clausule is weer anders dan de andere. Dat je, of het salaris wordt anders ingedeeld of transfervrije status. Dus daar is wel rekening mee gehouden met de onderhandeling. Maar dat lukt ook niet altijd, zeg ik in alle eerlijkheid. Ja, er is heel veel onrust op dit moment. Hè? En in verre denk je dan ook van, als ik dan vertrek, wordt het dan misschien rustig en is dat dan misschien goed voor de club? Heb je dat ook overwogen? Zonder dat je zegt van, ja, ik geef niet op. Het kan ook positief uitwerken misschien. Erwin van der Looij heeft bijvoorbeeld ook zo gedacht. Als we morgen wedstrijden daardoor gaan winnen, dan ben ik vanmiddag nog weg. Ik bedoel, als dat de oplossing is. Maar is het iets wat door je hoofd heeft gespeeld? Want het is echt onrustig op dit moment. Ja, maar haal je die onrust weg. En nou ja, die onrust, dat is natuurlijk prettig als die weg is. Maar volgens mij haal je de onrust alleen maar weg als je wedstrijden gaat winnen. En dat de omgeving weet van, nou ja, FC Twente blijft in de Eredivisie. En bewerkstellig je dat met een vertrek, wie dan ook. Ja, als je die garantie hebt van tevoren, dan is het heel makkelijk beslissingen te nemen, hoor. En dat zal iedereen toch met me eens zijn. Ja, die garantie heb je niet. Die garantie heb je ook niet toen wij de vorige keer de trainerswissel hebben doorgevoerd. Ja, als het zo makkelijk maakbaar was, ja, dan was het heel makkelijk om een voetbalclub te leiden. Ja, want deze trainer doet nog minder. En ja, misschien zie je nu nog wel minder perspectief dan destijds onder René Haken? Vraagteken? Ja, dat het niet goed is gegaan met de resultaten, dat is duidelijk natuurlijk. En daar balen we allemaal van als een stekker. Maar is Verbeek nog de juiste man? Ja, we hebben nog steeds het idee dat we uiteindelijk dat het gaat lukken. Maar ja, ook die garantie heb je niet, Tijmen. Dus... Nee, maar gaat hij het seizoen wel afmaken? Ik hoor vandaag ook geruchten dat Pušić het seizoen zou afmaken. Oh, oké. Okay. Ja. Kijk, dit soort opmerkingen... De collega's van Tubantia meldde dat. Oké, okay, ja. En dat is jouw referentiekader. Nee, ik vraag het aan jou. Ja. Jij gaat erover. Jij gaat over de positie van Verbeek. Ja, nee, maar als we op basis van geruchten allerlei reacties moeten... Daarom vraag ik het bij jou. Ja, ja, nee, maar dat is ook zo goed recht. Daarvoor ben jij ook. Ja. Dus, maar je vraagt het aan iemand die samen met vele mensen beleid moet maken. Ja, dan geruchten, daar kan je niks mee. We hebben afgesproken, we gaan deze koers hebben ingezet tot het einde van het seizoen. Dan gaan we evalueren met elkaar, met de RVC, met de stichting. Ja, dan zullen we wel zien. Maar ik ben een leek, hè, maar er moet toch wel iets gebeuren. Ik zie een sentiment rondom die groep ook. Ik heb ook tijdens het trainingskamp in Spanje meegemaakt. Er wordt zo weinig gelachen en dat snap ik allemaal bij een ploeg die onderin staat. Daar loop je niet de Polonaise, maar ja, ik vind het allemaal een beetje angstig. En dit heeft volgens mij niks meer met tactiek te maken of met kwaliteit, maar vooral ook mentaal. Ja, dat zien wij ook wel. Maar kijk, je hebt ook nog het lastige daarbij is, welke knop moet je drukken dat je dat eruit haalt? Nee, bij een speler. Ik heb zelf ook degradatievoetbal gespeeld. Dan kon je ook niet op een knop drukken van nou in één keer gaat het goed. Dat was in, ik heb het een paar keer gezegd vorige week. Dat was in een elftal bij Vitesse. Theo Jansen, Bob Peters, Matthew Amoa. Dat waren echt goede spelers voor de subtop. En die waren dat seizoen onderin de regionen beland. Ik werd gehaald die winter om dat even uit te trekken. Lukte mij ook niet. Op de laatste speeldag hebben we ons toen veilig gespeeld. Theo Jansen legt een bal normaal gesproken hier in het stadion in de Grolsch Veste ook over 30 meter op iemand zijn stropdas. Nou, dat jaar schoten ze de tribune in. Onverklaarbaar. Dat zijn ook facetten. Spelen om een kampioenschap, of vechten tegen degradatie brengt een hele andere druk toch met zich mee. En daar moet je ook proberen bovenuit te knokken. Ja, maar wat is het medicijn al op dit moment? Ja, als je die hadden, hè, dat was destijds ook bij Vitesse. Ja, dat medicijn had je ook niet. Knokken, doorknokken. En, zie jij echt een selectie die op leven en dood strijdt? Want ik proef toch ook spelers die niet helemaal achter de trainer staan. Ze zullen het voor de camera niet roepen, maar komen ze bijvoorbeeld bij jou van, ja, werkt het nog wel met de trainer? Nee, maar als je zoveel wedstrijden verliest, hè, ze wil nooit zeggen, nou, we hebben de allerbeste trainer. De spelers zullen ook niet gauw zeggen, ja, het ligt eigenlijk aan mij. Weet je? En als je wint is het weer andersom. Dus dat is heel erg moeilijk. En je vraagt naar een medicijn. Ja, als je dat hadden gehad, ja, dan was het allemaal niet zo moeilijk geweest. Nee, deze club is natuurlijk ook niet gewend om te knokken tegen degradatie. En dat roepen we al het hele jaar. Maar ook dat draai je niet zo even 1, 2, 3 om. Dus, en ik ben het met je eens. Soms lijkt het alsof er de passie die niet is. Maar dat is hetzelfde als wel eens over tactiek wordt gesproken. Ja, ze zijn overal te laat. Dus ze werken niet hard genoeg. Nee, dan ben je net eventjes of je start te laat. Of één mannetje is te laat. Waardoor de volgende ook lijkt dat hij te laat komt. Ja, dat luistert allemaal zo. Nou, ja, de ene wedstrijd lukt dat redelijk. Die wedstrijd hebben we ook gehad. Ondanks dat het slecht resultaat was. En sommige wedstrijden, zoals zaterdag, ja, was iedereen over eens. Ja, dat was niet best. Maar dan, het is zeker niet zo dat ze met de kop naar beneden gaan lopen. Want nou, hoe je het went of keert, uiteindelijk hebben ze toch de rug gerecht. En kregen we toch, weliswaar uit de scrimmage, die 2-2. Nou ja, dan tel je je zegeningen. En die fase zitten wij nou gewoon. Ja, ondanks de tv-stop zit er nog wel een beetje een analist in je. Nou ja, ik vertel gewoon wat ik op basis van jarenlang heb gezien. Ik heb er zelf ook gelopen en ik weet hoe sommige fases lopen. Soms is het, ik had gehoopt dat ik het nooit nodig had gehad, maar soms is het ook wel goed om een keer degradatievoetbal gespeeld te hebben. Dan kan je wat meer inleven in wat dat met zich meebrengt. Want denk je nou echt dat die jongens willen degraderen? Denk je dat nou echt? Die liggen ook 's nachts wakker hoor. Die balen er ook van als ze stekken. Die denken, oh potverdomme, hoe kunnen we dit nou omdraaien? Die willen dat echt niet op hun cv hebben hoor. Net zoals al die supporters daarvan balen. En er wordt ook wel eens gezegd, ja maar deze spelers die komen en die gaan weer. En die hebben daar niet zoveel last van. Nou, ik kan je verzekeren, die hebben er echt veel last van. Je wil nooit op je cv hebben van, ik ga degraderen. Ik ben gedegradeerd. Dus neem dat van mij aan, dat is niet aan de orde. Ja, hoe zwaar heb jij het? Want je hebt zelf ook slapeloze nachten. En er ontstaat wel een negativisme. Heb jij dan daar misschien ook een soort van modus in gevonden met bijvoorbeeld een speler als Jos Hooiveld dat in ieder geval de groepen bij elkaar houdt? Want vorige week gaf zo'n beetje elke supportervereniging een statement af. Ja. Nou ja, ik weet niet. Je de hond niet meer uitlaten? Nou, maar dat blijf ik allemaal doen hoor. Dat, kijk, toen ik hier aan begon... Toen wist ik, omdat ik een paar maanden had meegelopen, wist ik hoe ernstig deze club ervoor stond. Niet alleen financieel en juridisch, maar ook qua organisatie. Dus ik wist, het wordt een monsterklus en we krijgen hele zware tijden. En op het moment dat we de licentie krijgen, loopt iedereen de Polonaise. Nou, ik heb hem niet gelopen, maar ik wist, we krijgen hele zware tijden. En ik zeg wel, want niet dat het zo slecht zou zijn hoor, dat we nou onderaan zouden eindigen, maar wel dat we sportief... nog hele moeilijke tijden zouden krijgen. Want iedereen dacht van, nou ja, we halen de licentie. Vorig jaar 7e, is toch wat zand in de ogen gestrooid. Riepen we toen ook. Wilde ook niemand horen, maar wij wisten dat wel. Alleen ja, het is wel balen dat het nou zo slecht is. Dus met dat in mijn achterhoofd blijf ik overeind. Maar dat het pijn doet, ja. En dat het slapeloze nachten oplevert, ja, dat klopt. Maar die heb ik heel vaak gehad in mijn leven. Even resume. Gertjan Verbeek blijft hier zitten tot het einde van het seizoen. En ook Jan van Halst? We blijven met z'n allen doorknokken. Tot het einde van het seizoen. En we zijn er nog steeds van overtuigd dat het gaat lukken. Maar dat het heel zwaar gaat worden, dat is ook duidelijk. En blijven jullie erin of? Ja, ik ben echt van overtuigd. Linksom of rechtsom. Want als je dat niet meer gelooft, dan kun je wel stoppen. Dan stoppen we er nou mee en dan gaan we lekker naar huis. Het is wel een voordeel dat het dit weekend een interlandweekend is, hè? In wat voor opzicht? Dat is nooit zo. Want als je een slecht resultaat hebt, dan dat is weer als voetballen. Dan wil je meteen de volgende dag weer voetballen om het resultaat goed te zetten. Dus dat is niet zo. Het is juist balen, want je blijft met dat inktzwarte gevoel waar we ons interview mee begonnen, blijf je zitten. Veel sterkte en goed dat je er stond. Ja, tuurlijk. Maar dat doe ik toch altijd als je belt? Oké.